Natuurlijk, er gaan ook dingen goed op Zuid, zoals de herontwikkeling van Katendrecht, Pendrecht en de Kop van Zuid. En er zijn veel projecten geweest de afgelopen jaren, en zonder die projecten had Zuid er nog slechter voor gestaan, zo constateren Deetman en Mans. Maar in alles wat de afgelopen jaren is gedaan, was er te weinig samenhang, te weinig lange termijnvisie en te weinig overleg met de bewoners. En dus moet nu het Rijk er maar bij betrokken worden. De problemen afzonderlijk kennen we in dit land, komen elders ook voor. Maar zoals wel eens meer gebeurt, als ieder van de problemen heel groot wordt en dan in samenhang, wij hebben het genoemd, dat is een on-Nederlandse schaal. Maar het Rijk, in de persoon van minister Donner van Binnenlandse Zaken, reageerde vanochtend zuinigjes. Het is een Rotterdamse kwestie, maar van Rotterdam, want als wij ook het advies van zeggen, dat kan Rotterdam niet in zijn eentje oplossen. Dus het is wat dat betreft, en dat heb ik hier ook getekend, de inzet van het Rijk om daarbij te helpen. Maar het is niet zo dat nu plotseling Rotterdam-Zuid geen Rotterdamse kwestie meer is, maar een nationale kwestie. Goed, geen nationale kwestie dus, maar wel een zaak die op nationaal niveau oplossingen behoeft. Er komt in elk geval geen extra geld deze kant op voorlopig. Maar burgemeester Abu Taleb gaat volgende week wel al overleggen met de minister. Het rapport Deetman-Mans geeft richting aan. Dat wordt nu omarmd door het college en door de regering. En ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. En nu moet dat gaan vertaald worden in gewoon een boodschaplijstje. Wie doet wat, wanneer, wat mag het kosten en wie betaalt het? Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam ziet in het rapport van Deetman en Mans vooral de bevestiging dat het beleid van de afgelopen jaren heeft gefaald. Dit is een brevet van onvermogen voor het huidige stadsbestuur. Met name ook wethouder Schreier, die vanaf het begin verantwoordelijk is voor het Pact op Zuid. Die altijd heeft gezegd, het gaat toch goed, we gaan vooruit en we komen er wel. Ja, die krijgt hiermee een enorme draai om zijn oren. Maar Schreier zelf ziet dat natuurlijk anders. Ik zie het niet als kritiek, ik zie het meer als erkennen van dat het daar echt een taaie kwestie is. En Deetman en Mans zeggen ook van dan gaat die stad en die corporatie niet in hun eentje redden. Om dat goed te krijgen, daar heb je echt het kabinet ook bij nodig. En dus wordt er vanaf volgende week gesproken over die nieuwe alomvattende visie op de toekomst van Zuid. En als die er is, moeten alle betrokkenen eraan vasthouden en doorzetten, zo bepleiten de adviseurs. Alleen dan kan het over een jaar of 15 eindelijk goed komen met Zuid.